Wat is er nou precies vandaag met Ricky van den Berg gebeurd? Ja, er gingen verhalen zelf. Ricky van den Berg is niet de best betaalde speler van Den Haag. Wie is dat dan? Dat ga ik je niet vertellen. Nou, volgens mijn informatie is Ricky van den Berg wel de best betalende speler. Ja, de technisch directeur, ik weet het. Nee, het is absoluut niet waar, Johan. En je weet, ik lieg niet over dit soort dingen. Dus, zelfs niet bij benadering, de best betaalde speler van ADO Den Haag. Maar daar gaat het nu niet om. Het gaat om Rick van den Berg, die we voor veel geld... want dat is wel waar, naar binnen hebben gehaald. Omdat je hebt met hem gesproken, je hebt hem gewaarschuwd, je hebt een brief aan hem gestuurd. Je hebt hem geïnstrueerd. Laten we wel wezen, hij, met zijn kwaliteiten heeft hij maar een paar wedstrijden in het eerste elftal gespeeld. In die paar wedstrijden heeft hij ongeveer per wedstrijd een kaart gepakt, waarvan 3 keer een rode. Als aanvaller, hè? Als aanvaller. Ik denk dat je dan een keer je hand in eigen boezem moet steken en moet denken van wat doe ik hier fout. Maar hij weigert dat. Vanmorgen heb ik tegen Raymond gezegd, ga het gesprek maar met hem aan. Ik heb vanmorgen met de staf gesproken, met de spelersraad gesproken. Raymond is het gesprek ingegaan en daarin gedraagt hij zich gewoon heel slecht, onbehoorlijk. Nog steeds, want hij gaf in een aantal interviews aan dat hij misschien ook naar zichzelf moest kijken. Maar dat deed hij vanochtend niet. Die indruk gaf hij dus absoluut niet. En toen heeft Raymond gezegd, nou ja, als je er nu nog zo in zit... en je denkt nog dat iedereen in de wereld gek is, behalve jij... dan kan je beter even een paar dagen afkoelen. Maar, dat is gebeurd en dan ontstaan er verhalen over ontslagen, over non-actief stellen. Dat is allemaal niet aan de orde, want als dat moet gebeuren, dan doe ik dat. Maar wat zegt hij dan, André? Je zegt, als je er nog steeds zo in zit. En wat is dat, er zo in zitten? Wat verwijt die anderen? Het is jouw schuld dat ik niet speel. Dat hij niet vanaf die scheidsrechter is niet goed bij zijn hoofd. Die is afgeleid, die stelt zich aan. Dat soort, ik ben niet bij het gesprek geweest, maar ik kan wel ongeveer verzinnen wat er aan de hand geweest is. Het is in ieder geval zo, ik heb er wel een paar dingen van gehoord natuurlijk van Raymond, dat het vrij ongenuanceerd was en vrij agressief naar Raymond toe. En gewoon ook onbehoorlijk. En dat was de grens. En Raymond heeft gezegd, joh, weet je wat je doet? Ja, dat weet je daar ook is al de af en toe. Wij hebben... Takko van der Velde die heeft Ricky van den Berg vandaag geïnterviewd. Ja. Dus wij hebben met hem gesproken. En Raymond die heeft tegen hem gezegd, ik ben helemaal klaar met je. Toen heeft Ricky gezegd, nou, dat komt goed uit, want ik ben ook helemaal klaar met jou. Mm. En die heeft even een boekje overgedaan over de werkwijze van Attenveld. Die zegt, van den Berg, die maakt dus duidelijk dat Attenveld zijn emoties niet te bedwang heeft. Die slaat spelers, geeft ze draaien om de oren. En die trekt... Spelers? Ja, die slaatspelers, maar dat deed hij bij Roda ook al. Maar die heeft ook van den Berg 3 keer keihard aan zijn oren getrokken. Heeft bij Heerenveen een soort woedeuitbarsting gehad in de rust. Is daar met allerlei privézaken gekomen over echtscheidingen en dat soort zaken. Kwalijk genomen, de spelers. Waardoor het ook bijna weer vechten werd in de kleedkamer. Dus de spelers bij Den Haag die zijn ook erg ontevreden over de emotionele oprispingen van Attenveld, waar hij eigenlijk bij Roda aan ten onder gegaan is. Herken je dat, André? Of nee, ben je er niet zo dichtbij dat je dat kan controleren? Die jou nog niet aan de oren getrokken? Dit is nou een typisch voorbeeld van een speler die dingen in de pers brengt om mensen te beschadigen. We hebben dat al eerder met hem gemerkt. Ik ben niet overal op ingegaan. Mag ik misschien wat over Ricky van den Berg zeggen? Ricky van den Berg die traint niet optimaal. En dat is de reden waarom we hem op een weegschaal zetten en zijn vetpercentage meten. Dat blijkt dan te hoog te zijn. Dan geef je hem een hartslagmeter mee om te trainen op een dag dat de andere spelers vrij zijn. Dan komt hij de hartslag inleveren. Dan blijkt hij of met de hond uit geweest te zijn, of bij zijn oma dat ding op de rollator te hebben gehangen. Dat vind ik weer wel leuk. En als je dan zo'n speler na een wedstrijd niet meeneemt of zegt dat hij op de bank moet zitten, gaat hij eerst zeggen dat hij niet op de bank wil zitten. Daarna gaat hij op de bank zitten zonder zijn voetbalschoenen aan te trekken. Dus die verhalen die Johan nu vertelt, die herken ik helemaal niet. Wat ik wel herken... Nou, bij Roda herkennen ze het wel, hoor. Als ik tegen jou zeg, hoe is het, dan sla ik jou. Ja, nou, dat doet Raymond. En Raymond doet het misschien nog een beetje harder en ergens op de borst. Dat is in de voetballerij heel niks bijzonders. We moeten niet de indruk gaan wekken dat Raymond Attenveld zijn spelers slaat. Dat slaat echt helemaal nergens op. Nou ja, goed, er is natuurlijk wel... Maar ik vind het vrij ongebruikelijk dat de trainer spelers keihard aan hun oren trekt. Als je een bepaalde relatie met elkaar hebt en je bent een keer aan het stoeien en je zegt, joh, je trekt elkaar aan de oren. Nou, kijk, ik hou er ook niet van. Het is mijn stijl. Ik ga vanavond de vrouwen de oren trekken. Maar we moeten nou niet proberen de trainer op deze manier in elkaar daglicht te stellen. Door een speler die echt onwaarheden vertelt. Maar wat je nu ook schetst, dan is de relatie tussen Ricky van den Berg en ADO Den Haag eigenlijk onhoudbaar. Als je dit zo schetst, dat komt niet meer goed. Ik weet hoe het gesprek gelopen is. Hij zegt, ik ben klaar met jou. Er is er maar één die gezegd heeft, ik ben klaar met jou. En dat is Rick van den Berg. Die is daarmee begonnen. Raymond heeft gezegd, wat je nu wel schetst, Raymond heeft gezegd,
Hoe denk je erover? En nou, zegt hij, we hoeven niet te praten, want ik ben helemaal klaar met jou. Ik ben helemaal klaar met de club. Ik ben helemaal klaar met deze spelersgroep. Zo is het gesprek begonnen. Dus hij draait het nu weer even om. Er zijn gewoon leugens. Maar dat betekent ook einde oefening, als ik het zo hoor, voor Ricky van den Berg bij ADO Den Haag. Nou ja, ik heb vanmorgen een gesprek gehad met de staf. Ik heb gesprek gehad met de spelersraad. Ja. Ik heb vanmiddag een gesprek gehad met zijn zaakwaarnemer. En ik heb vrijdag een gesprek met Ricky van den Berg. Ik ga niet op de zaken vooruitlopen, maar aan de hand maar van de maar dit voorschot gesprek... wat hier gegeven is, is wel heel duidelijk volgens mij. Ik denk dat hij het zichzelf heel moeilijk aan het maken is. En zichzelf onmogelijk aan het maken is. Dat is mijn conclusie. En het andere, je zegt het is een incident. We moeten niet vergeten, André gaat daar nu voor het gemak aan voorbij. En dat zou ik misschien in zijn geval ook doen. Attenveld heeft wel degelijk een verleden bij Roda. De spelers van Roda raken er niet over uitgepraat. Over de woede aanvallen van Attenveld dat hij ook had. Werd. De gekste dingen hebben ze daar meegemaakt. En daar klaagt Van den Berg nu weer over. Dus dat kwam mij niet onbekend voor. Ja. Nou goed, maar er zullen meer spelers daar moeten komen. Omdat dan zou de indruk kunnen ontstaan dat Ricky van den Berg een leuke fijne jongen is. En dat het, probleem alle vier, alle vier voetballer geweest. Ja. Jij zou je toch niet aan je oor laten trekken door een trainer? Nee. Nee, dat is nog nooit overkomen. Ja, maar er is toch niemand die dat pikt? Ik zou het ook niet prettig vinden. Nee, er is toch niemand en die ik dat pikt? En ik heb het ook nog nooit gezien hoor. Dus ik ken het verhaal niet.